Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel, ben ik hier vandaag weer met een Geek Gear unboxing. Nou hebben de laatste tijd ze een beetje vertraging. Nou moet ik zeggen, ik heb de wearable edition van november hier zo nog. Dus hier zo zitten nog kerstspulletjes in. Deze had ik wel op tijd gekregen voor kerst, maar veel te laat voor de video om de ander op te nemen. Vandaar dat ik hem toen eigenlijk niet meer heb opgenomen. Dus het leek me leuk om daarmee te gaan eindigen in deze video. Nou moet ik zeggen dat ik door de Geek Gear gewone box, dit is met kleding, door de normale Geek Gear box met de kerstspulletjes een beetje teleurgesteld was, omdat er zo weinig kerstspulletjes in zaten. Dus ik denk dat het niet heel veel invloed op heeft op de spullen die hier nog in kunnen zitten. Hier gaan we dus mee eindigen. Maar ik ben hier dus met de nieuwe Geek Gear box. Dit is de Wizardry box. Hier zo zitten elke maand allemaal Harry Potter spulletjes in. Dit is de box van december. En die komt dan normaal gesproken rond begin januari. Nu is die, wanneer ik dit opneem, ruim 2 weken te laat. Hij heeft een beetje een ruwe weg hier naartoe gehad. Dus ik hoop dat er geen mok in zit dit keer. Maar ja, beter te laat dan dat je hem niet krijgt natuurlijk. Er zal vast wel een reden voor zijn. Maar hij is er en we gaan hem vandaag samen openmaken. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de box, ik zal hem hieronder linken. Als jij dat linkje gebruikt, help je mij ontzettend. Want als 5 mensen dat doen, dan krijg ik volgende maand zijn box gratis. En meteen om jullie te helpen, staat daar ook meteen een code bij. Met 15% korting op je eerste box. Dus als je deze box wil ontvangen, gebruik dan die code en dan krijg je 15% korting. Met dat gezegd hebben, laten we erin gaan duiken. Ik heb zin om hem weer open te maken. Trouwens, er is wel iets wat ik eigenlijk nog wil zeggen. Er was op mijn vorige box van Geek Gear, dat was de Festive box, en daar was ik heel erg eigenlijk teleurgesteld in. En ik was ook gewoon een beetje chagrijnig door het gezeur met Geek Gear wat ik daarvoor had gehad. Dus ik kreeg van iemand een reactie dat ik niet zo niet zo negatief moest zijn in die video. En dat ik blij moet zijn met wat ik krijg. Maar ik betaal gewoon voor wat ik krijg. En als ik iets niet tof vind, dan deel ik dat ook met jullie. Dus ja, sorry dat de vorige keer zijn box, ja, wat voor mij tegenviel. Maar dat is nou helemaal zo. Ik ga dan niet net alsof doen alsof ik er blij mee ben. En ik betaal er gewoon voor. Dus het is niet alsof ik, zeg maar, ja, snap je wat ik bedoel? Ik mag gewoon mijn mening uiten. Laten we hem openmaken. Als het goed is, worden we weer begroet door het rode papiertje. Oh, het boekje ligt dit keer bovenop. Daar zal in staan wat er deze maand in zit. De hint voor deze maandse box was volgens mij de Nightbus. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. Jullie krijgen de eerste sneak peek. Oeh, ik zie meteen een interessant shirt. Bovenop ligt het shirt. Ik word er meteen blij van, want hij is zwart. En ik zag zelf iets van een mandala-achtig iets, dacht ik. Jullie krijgen hem eerst te zien. Ik hoop dat hij in beeld is. Dat is altijd lastig. Oh, super tof. We hebben hier zo de huizen erop staan. Sleutels. En aan de buitenkant staat de Triwizard Cup. En de sorteerhoed. Het is inderdaad een soort van mandala. Maar er staan allemaal Harry Potter dingen in. En hij is zwart. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dit is wel echt een shirt wat ik gewoon zou dragen. En ik gebruik ze zelf ook heel erg vaak voor sporten. Dus ik ben heel erg blij eigenlijk met het shirt. Ik vind het ontwerp tof en ik ben gewoon heel erg blij dat het zwart is. Dus we beginnen goed. Ik ben blij met het shirt dit keer. Dan zie ik hier een pakje en er staat op Noble Wands. Mogen ze dat doen? Er zit dus een toverstok in. Maar de, oh, spoilers. Als je het boekje opende, staat erop wat erin zit. Maar Noble Collectie maakte echte replica's. Noble is van hun. Dus ik weet niet of ze dit, zeg maar, mogen namaken. Maar oké. Hier zo hebben we hem in bubbeltjes plastic. Oh, deze ken ik niet. Ik denk dat dit een eigen ontwerp is van hun. Want ik herken hem persoonlijk niet. Laat dat achter als jullie weten dat als het wel van een personage is. Maar ik weet vrijwel zeker dat het niet zo is. Want ik heb namelijk een mega toverstokken collectie van de Noble collectie. En ik heb er geen enkele ooit überhaupt gezien die hierop lijkt. Hij is best wel dik. Er lopen allemaal blaadjes overheen en hij heeft een hele, ja, best wel felblauwe steen erop. Dat is het enige wat ik wat minder vind als ik eerlijk ben. Het is iets te neppig daardoor. Ik had liever gehad dat ze dat wat donkerblauw hadden gemaakt. Maar voor de rest vind ik hem er echt heel erg tof uitzien. Goed gewicht eraan. Vrij dik. Kijk wat het kleine boekje dan zei. Lengte staat hier 13,5 inch. Unicorn hair. En English ook. Oh my god. Keru.
Caerulum One staat erop. Ja, dat woord kan ik niet uitspreken. Maar jullie zien het boekje wel in beeld in de close-up. Ik denk dat het gewoon een eigen toverstok is. Ik vind het niet zo netjes dat zijn Noble Collectie zijn naam eigenlijk een beetje jatten. Hoewel de geekier toverstokken telkens beter en beter worden, is het natuurlijk gewoon echt niet de kwaliteit van de Noble Collectie. Die krijgen altijd de echte props opgestuurd van de Harry Potter films. En die maken ze zo perfect mogelijk na. En ja, die items zijn gewoon echt tot in de puntjes. Dus ik vind het een beetje slecht dat ze die naam proberen te jatten. Ik weet niet of ze daar problemen mee krijgen. Maar de toverstok is heel erg tof. Ik ben altijd blij als ze een eigen toverstok maken. En dat het niet een character wand is. Zoals ik zei, ik heb er al heel veel. Dus ik vind het tof dat het een eigen ontwerp is. Dan zie ik hier een buisje. En ik neem aan dat dit iets van een poster is. Ik ga hem eerst voor jullie uitrollen. Sorry als die ondersteboven is. Ik kan niet. Is die ondersteboven? Hij is ondersteboven natuurlijk. Dat is gewoon mijn geluk. Dat ik hem ondersteboven aan jullie laat zien. Ik ken mezelf. Oh my god. Deze is echt prachtig. Er staat een handtekening op. Van iemand. De kunstenares. Kunstenaar denk ik. En we hebben hier de koffer van Newt en alle magische wezens komen eruit. Ik hou hem schuin, want als ik hem recht hou, dan zien jullie de ring lang. Dus ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Hieronder heb je de koffer. En dan heb je allemaal magische wezens eruit. Hoe ontzettend tof! Ik vind deze echt oprecht prachtig. Ik wil hier echt een lijst voor. Dan ga ik hem ergens ophangen. Ik moet zeggen, ik ben in lange tijd niet zo enthousiast geweest over een poster of print die ze erin hebben gedaan. Maar ik vind deze echt heel erg tof. Wauw, super vet. We gaan goed. Ik ben hier heel blij mee. Dan hebben we hier een heel leuk doosje. En dit is het Nightbus item. Er staat... Oh, er staat op wat het is. Ik heb het gelezen. Ik ga dat niet hardop zeggen wat ik net las. Maar ik word nu wel heel erg excited. Hier zo aan de zijkant op het doosje staat de Nightbus ticket. Heel erg tof gemaakt. Maar wat erin zit, ik heb het net gelezen. Oh, wat jammer dat ze het opzetten. Oh my god. Hier zo hebben we namelijk de Shrunken Head. Er zit een stiekje om zijn haar. Ik zal hem even afhalen. Kijk dan. Hij kan niet praten, zie ik al. Ik heb namelijk de originele van de Studio Tour. En die kan praten. En die is volgens mij ook wel een stuk groter. Maar dit is dus een kleine versie van de Shrunken Head. Ik vind het echt geweldig. Ik ben er oprecht heel erg blij mee. Want ik heb hem dus al van de Studio Tour. Maar omdat ik zo bang ben om die vies te maken. En zo wil ik hem niet in de auto hangen. Maar deze kan dan gewoon in de auto hangen. Deze ga ik echt in de auto hangen. Vind ik echt super tof. Dus dat is de Shrunken Head. Heel leuk gedaan. Heel leuk idee om dat ook in de box te doen. Dan zie ik hier een kaartje van Geekier zelf. Happy New Year. Ontzettend bedankt voor het abonneren op de box tijdens 2018. We zouden niet zijn waar we zijn vandaag zonder onze, zonder de support van onze klanten. Ik probeer het meteen te vertalen terwijl ik het lees. Gaat niet soepel. Het is eigenlijk gewoon een vrolijke, gelukkig nieuwjaarkaart. Het is wel schattig dat ze dat erbij in doen. Dan hebben we hier weer een sleutelhanger. Zoals ik al vaker heb gezegd, is dat gewoon niet mijn stijl, deze sleutelhangers. Dit is een Geekier Exclusive Crimes of Grindelwald Niffler sleutelhanger. Maar het is zo'n siliconen. Ik hou heel erg van de meer metalen, gedetailleerde. Ik gebruik deze gewoon zelf niet. Maar dat is totaal niet erg, want ik doe ze dan altijd in de winacties. Want ik weet dat heel veel mensen ze wel heel erg tof vinden. Dus deze zal ik bewaren voor een toekomstige Harry Potter winactie. Dan hebben we weer twee recepten. We krijgen elke maand twee magische recepten in de boxen. Alweer een hele poos geleden kreeg je een boekje van Geekier waarin je ze kan bewaren. Die wordt de hele tijd verkocht op de website. Die moet je dan wel loskopen en verzending voor betalen. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon zelf in een mapje doen mocht je dat niet willen. Deze maand krijgen we butterscotch cupcakes. En die zien er echt best wel lekker uit. Heel erg tof ook met die sterretjes. En hier zo heb je dus het hele recept ervan. En we krijgen ook custard creams. Die zien er ook lekker uit. Ziet er goed uit allemaal. Dus dat zijn de twee recepten die we deze maand hebben ontvangen. Dan zie ik weer een papiertje liggen. En dit is dus de Noble Wands. Deze Noble Wands is een brand new subscription. Oh nee. Oké, okay, nou ja, het is wel tof mocht je het willen. Ze gaan dus een nieuwe abonnementenbox beginnen met toverstokken, zoals ik begrijp. Het zullen dus allemaal eigen ontwerpen zijn, niet nagemaakt van personages. Je krijgt dan een toverstok,
in een box, echt in een doosje. En met een kaart wat omschrijft wat de toverstok is. Nou zie ik nergens staan of het één toverstok is of meerdere, maar ik denk haast één. Omdat ze zo specifiek zeggen in een box voor de toverstok. Dus ik denk één. Dus die komt binnenkort, mocht je geïnteresseerd zijn. Eigen ontwerp dus. Ik had liever gewild, zoals net al zei, dat ze een andere naam hadden gekozen. Want ik vind dat niet zo netjes. Maar voor de rest ziet het er wel heel erg mooi uit. Ze hebben hun best erop gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ga er zelf niet op abonneren, maar ik vind het wel een tof idee. En we krijgen dit keer alsnog een print op de bodem. Namelijk deze. Ik zie de Troy Wizard Cup. Er staat op Eternal Glory Together. En dan heb je één hand waar Harry Potter bij staat. Eén hand Cedric Diggory. En dan staat er Hogwarts Triwizard Tournament. En je ziet Voldemort in de Triwizard Cup. Een beetje donker omdat we weten dat Cedric zo doodgaat. Arme Cedric. Ik vind hem zo'n lekker ding. Wel een hele mooie print, moet ik zeggen. Ik ben hier ook heel erg blij mee. Wel moet ik zeggen dat die andere poster voor mij persoonlijk wint. Maar ook deze vind ik vetter dan de laatste twee boxen, denk ik. De print die we hebben gekregen. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dan het boekje waar alles in staat en hoeveel ze denken dat alles waard is. Dit is wat we deze keer allemaal hebben ontvangen. Het is iets minder volgens mij dan normaal. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat we en een toverstok erin hebben gekregen. En de Shrunken Head, die ik echt heel erg tof vind. We hebben de print gekregen en die is van Kevin Canswell. Door hem is die gemaakt. En hij is gesigneerd en exclusief aan Geekgear. Heel erg tof. Ik ben echt fan van die print. Ik ga er echt een lijst voor kopen. Heel erg tof. We konden twee verschillende printen krijgen. We konden ook één met Troy Wizard Tournament en gewoon het logo van Hogwarts erop. Dus ik ben heel erg blij met degene die ik heb gekregen, want die vind ik echt heel erg vet. Die vind ik eigenlijk mooier dan de ander. T-shirt was vet, toverstok was vet. Mijn favoriete twee items zijn de poster met de magische wezens van Fantastic Beasts en de Shrunken Head. Die winnen echt van mij. Dan op het boekje staat ook altijd de hint voor de volgende keer en dat is Hedwig met een brief in haar snavel. Ben benieuwd. Ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van deze box. Ik had er niet hele hoge verwachtingen van. Wat eigenlijk goed is omdat hij te laat was en ik een beetje geïrriteerd was. Ben ik wel heel erg blij met de spullen die deze keer in de box zaten. Dus ik ben positief. Sowieso vind ik de Geekgear Wizardry Box de beste box met Harry Potter spullen voor die prijsklasse. Er zijn meer hele toffe boxen, maar deze is echt heel erg betaalbaar. En je krijgt hele leuke spullen. Dan gaan we door naar de wearable box. Deze was dus een maand oud. Ik ben niet meer geabonneerd. Ik had alleen... Dat is heel chill aan de Geekgear abonnementen. Je kan het heel makkelijk stopzetten. Maar dan wordt het account zeg maar bevroren. Dus je kan ook weer heel makkelijk op een knop drukken en het weer ontvangen. En ik wilde heel graag... Ik hoopte heel erg dat ze iets van een kersttrui zouden doen. Nou viel de normale box heel erg tegen. Eigenlijk het enige kerstige wat erin zat waren kerstkaarten en een sok. Maar dat was het ook. Voor de rest waren het allemaal normale items. Dus ik neem aan dat hier geen kersttrui in gaat zitten. Anders word ik een beetje verdrietig. Maar ja, dan kan ik het volgend jaar aan. Maar ik denk het niet. Omdat ze... Ja, er staat wel een sticker op met Geekgear Festive. Maar het valt dus mee. Laten we hem open gaan maken hier. Zo zitten dus allemaal kleding items in. Worden we weer begroet door rood. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar ik heb aangegeven met al deze boxen dat ik een Gryffindor ben. Je kan aangeven welk huis jij bent en welke maat je hebt qua kleding. En daarnaast kan je het ook op random zetten mocht je niet weten in welk huis je zit en je wilt gewoon iedere keer wat anders ontvangen. Met dat gezegd te hebben, het zit altijd zo netjes zo opgerold in deze box. Op eerste gezicht zie ik niks festives, dus dat is eigenlijk goed. We hebben hier zo een donkergrijs shirt waar wat op staat. Ik ga hem eerst aan jullie laten zien weer. Met een shirt kan ik zien of ik hem rechtop hou. Dat is altijd fijn. Er staat ook Testrials are only visible by those who have seen death. Best wel donker, maar ik hou ervan. Ik hou van Testrials. En volgens mij staat er hier zo eentje achter, zo te zien. Hij is niet heel erg goed zichtbaar, maar eigenlijk vind ik dat best wel vet door de quote. Ik weet niet of dit misschien een glow in the dark shirt is, dat hij nog meer tevoorschijn komt. Maar ik vind het eigenlijk op deze manier best wel tof. Hij is grijs met groen, dus ik denk dat heel veel Slytherins deze ook leuk gaan vinden. Maar ik vind hem ook heel erg tof. Tof shirt. Dan zie ik hier een zwart shirt. Oh, het is een lange mouw shirt. Yay! Ik hou heel erg van de lange mouw shirts. Die draag ik veel vaker. En dit is deze. Laat hem weer even aan jullie zien. Dit is, wat staat erop?
beautiful snowy owl. En de uil ziet er zo schattig uit. Kijk dat hoe cute die kijkt. Oh, deze vind ik echt heel erg leuk. Niet heel erg Harry Potterig, maar zo cute. Ik vind hem gewoon heel erg schattig. En hij is zwart en hij is lange mouwen. Ik ben blij. Geekier is lekker bezig. Ik was niet heel positief om te beginnen aan deze video, maar ik heb het heel erg naar mijn zin. Dan hebben we een paars shirt. Ik moet zeggen, deze gekleurde shirts draag ik altijd wat minder. Draag ik altijd wat meer als pyjama shirt. Hier staan volgens mij weer letters op. Ze zijn deze keer van de quote. Hier staat op, of course it is happening inside your head, but why on earth should that mean that it is not real? Perkamentus quote krijgen we er hier zo op met geel en wit. En we hebben hier Harry zijn silhouet achter. Ik vind de print echt heel erg tof. Ik had liever zelf gehad dat hij zwart was, maar op zich, ik ga hem sowieso dragen, want ik vind hem heel erg tof. Ik vind de quote ook heel erg tof. Wat heel erg fijn is, Geekier shirts zijn echt hele goede kwaliteit. Zitten heel erg lekker. Dus ja, hele toffe quote. Vind ik heel erg vet. Oeh, ik ben blij dat ik hem nu openmaak. Want wat ik hier zo in zie zijn handschoenen. We hebben hier zo Gryffindor handschoenen. Wij krijgen er geen crest op of zo. Oeh, ze zijn zacht aan de binnenkant. Yes. Kijk hoe tof. Hier ben ik echt blij mee. Want ik heb de laatste tijd heel erg koud als ik naar buiten ga. En ik moet binnenkort ook heel veel gaan reizen met het openbaar vervoer. Het zijn geen handschoenen waar je zeg maar je touchscreen mee kan aanraken. Maar ik vind ze echt heel erg vet. Deze zal je dus gekregen hebben in je eigen huis. Hier ben ik echt blij mee. Deze ga ik echt gebruiken. Dan ook krijgen we weer de kerstkaarten. Dit is dus hetgene precies hetzelfde wat ik had gekregen in de andere Geekier box die het vorige maand had kunnen zien. Hier zo krijg je een Picket kaart in en Hogwarts met Kerstman. Je krijgt twee verschillende kaarten. Heel erg tof. Ik vind ze heel erg vet. Maar dit was het enige toffe kerstitem wat we in de andere box kregen. En nou heb je hem dus dubbel. Dat is iets wat ik aan de ene kant wel een beetje jammer vind van Geekier. Want er zijn denk ik meerdere mensen die bijvoorbeeld op de kleding en op de normale box zijn geabonneerd. En dan krijg je soms dubbele items, wat een beetje jammer is. Maar alsnog blijven dit echt topkaarten en ik vind het niet erg om hier twee extra van te hebben. Geldt ook voor de prints op de bodem. Is precies dezelfde als die ik vorige maand had gekregen. Die zat laatst in Harry Potter winactie die ik had gegeven. Maar dat is op zich niet erg, want dan bewaar ik deze weer voor de volgende winactie. Dat was dan alles voor de wearable box. Dan hebben we weer het boekje daarvan. In het boekje staat weer alles weergegeven. Mijn favoriete shirt is denk ik degene met de testicles. Ik ben daar gewoon heel erg fan van. Ik vind ze heel erg tof. Maar ik moet zeggen, ik ben echt met alles heel erg blij. Vooral ook de handschoenen. Die ga ik zeker gebruiken. Maar ik vind alle kledingstukken die ik heb gekregen heel erg tof. Nou, wederom, dit was dus de festive box eigenlijk. Maar zoals ik al had verwacht, is niks festive wat we erin hebben gekregen, behalve de kaarten. Wat ik heel erg jammer vind, want ze hadden heel erg tof bijvoorbeeld op die lange mouw shirt. Nou moet ik zeggen dat ik heel erg blij ben met deze illustratie. Ik vind hem heel erg vet. Maar het was natuurlijk heel erg tof geweest als ze daar een kersttrui van hadden gemaakt. Maar dat is mijn mening. Iedereen mag zijn eigen hebben. Voor volgende maand hebben we het slot van Newt. En die is dus al uit. Dus ik weet niet waarom ik dat liet zien. Maar die is dus eigenlijk al uit deze maand. Nou, dat was dan alles van de Geekier boxen die ik vandaag ging openmaken. Ik ben heel erg blij met alles wat ik heb ontvangen. Zoals ik al zei in het begin van de video, de linkjes naar allebei deze boxen zullen hieronder gelinkt staan. Plus een kortingscode. Als je mijn linkje gebruikt, help je mij ontzettend. Dus om terug te geven, krijgen jullie ook een kortingscode van mij. Je kunt dus je heel makkelijk abonneren op de box. Dan krijg je hem elke maand. Volgens mij zit het rond iets. Het is volgens mij iets naar beneden gegaan laatst, dacht ik. Maar het zit in elk geval tussen de 25 en de 28 euro ongeveer in. Wat je voor de Geekier Wizardry box betaalt. En het is wat duurder, rond de 30 euro voor de kledingbox. Wat alsnog heel erg betaalbaar is als je nagaat hoeveel kleding je erin krijgt. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!